Het is dubbel feest in Annapolona. Jazeker, Koningsdag en de prachtige bloemendagen. Ik ben Kim Wilms en ik zit in het bestuur van de bloemendagen. Hoeveel mozaïek kunnen we bekijken de komende tijd? We hebben ruim 100 deelnemers dit jaar. We zijn er erg blij mee. Het zijn er weer meer geworden als vorig jaar. Geweldig toch dat het zo gaat op zo'n dorp, of twee dorpen eigenlijk. Ja, echt super. Ik vind de saamhorigheid in het dorp vind ik echt, daar geniet ik onwijs van. Kun je wat vertellen over het ontwerp? Waarom hebben jullie hiervoor gekozen? Omdat hij dit jaar 70 jaar, in mei wordt hij 70. Dus we dachten een eerbetoon aan Billy Joel. En ik ben ook een goede fan van. Mijn broer is een grote fan van Billy Joel. Ja. Kon eigenlijk niet missen dit jaar. Nee, dus ik zeg nou vooruit dan maar. Ja. Hebben jullie nog lang hard moeten doorwerken? Nou, we zijn voor het eerst dit jaar waren we om 12:15 klaar in plaats van 6:00 in de ochtend. Dus het was ook wel fijn. Dus jullie zijn ineens helemaal fit vandaag? Ja, super fit. Vanmorgen om 7:00 stonden we alweer om de boel op te bouwen. Maar we hebben geslapen. Maar we hebben even geslapen. Ja. Beetje zin in de komende dagen? Ja, gezellig. Hoop je toch een beetje mooi weer. Dat is voor de mensen ook leuk. Veel fietsers vaak. Kunnen lekker mensen kijken. Ja. En iedereen is welkom, hè? Niet alleen uit de regio, al komen ze uit Limburg of uit Tokio. Iedereen mag komen. Iedereen mag komen. Kijk vooral op de website www.bloemendagen.nl of www.tulpenindekop.nl.